Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal. Gewoon Steven, abonneer op mijn kanaal, like deze video, doe zeker een dikke duim omhoog, laat een comment achter beneden in de reacties. Jullie hebben waarschijnlijk de unboxing video al gezien van mijn nieuw GSM hoesje, dus ga die zeker kijken als je die nog niet bekeken hebt. Ik heb de rest ook deze foto gemaakt. Dat zijn mijn scoutkleren die ik op de WhatsApp groep gestuurd heb. Dat ik klaar ben voor de kamp. En dat ben ik ook. Ik heb wel heel veel stress. En ja, maar dat komt wel goed, hebben ze gezegd. Dus ik hoop het. Maar vorig jaar is het ook gelukt. Ook al had ik stress. Komt wel goed. En dit is mijn plant. Zie hoe groot dat die plant al is. Groot, hè? Verschiet er ook van dat die zo snel in een 3 à 4 weken tijd is. Die wel al goed gegroeid. Dus ja. Dit is ook een TikTok die ik gemaakt heb over kamp. Dus ga die, ook, die komt nu ook in beeld. Zoals jullie weten edit ik ook soms nu de laatste tijd terug mijn vlogs door. Waarom? Ja, dat is beter zo vind ik. Allee, beter. Dat is niet beter dan KineMaster, maar met mijn vlogs door ben ik... Eigenlijk zijn daar nieuwe functies bij gekomen en die vind ik leuk om te gebruiken. Dus die doe ik ook. Daarmee dat ik nu ook Vlogstar terug even gebruik. Niet voor altijd natuurlijk, maar wel voor voorlopig. Want dat is voor mijn video's voor kamp echt wel te goed bij te bewerken. Maar dat ik er niet te veel werk moet aan geven. Mijn gamevideo's die blijven altijd met Vlogstar editen. Maar mijn gewone video's die ga ik binnenkort terug met KineMaster bewerken. Dus ja, ik hoop dat dat goed komt. Hè. Hier wat denk ik over kijken naar deze vlog. Ik ga de vlog afsluiten en tot de volgende. Straks komt er nog een vlog, dan weet je dat vast. En morgen komt er ook iemand die komt, gaat tijdens kamp in première gaan. Dus dan komt hij wel online tijdens de kampweek. Maar ben ik dat zelf niet die dat gedaan heeft. Hier wat denk ik over kijken, tot de volgende keer.